Nagora in Lelystad vindt vandaag voor de 14e keer het Nationaal Filmfestival voor Scholieren plaats. Rogier Frensdorf van de organisatie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Op weg naar Lelystad, zo te horen. Ja, ik ben op weg. Ik wacht hier op de bus vanuit Amsterdam naar Lelystad, naar het filmfestival. En in de bus zitten de Amsterdamse deelnemers van de IFCO en van de Montessori School. Kijk, die neemt u meteen even mee. Die neem ik meteen even mee, inderdaad. Ja, ja, want daar is ook het festival voor bedoeld, hè? Voor middelbare scholieren uit het hele land. Klopt. En wat gaan ze allemaal leren vandaag? Er zijn 57 workshops worden gegeven door filmprofessionals. En, want er zijn altijd er zijn iets van 8 bioscopen, daar wordt hun werk vertoond. Dat kunnen ze dan allemaal van elkaar zien. Maar in de tussenuren zijn er wat lege uurtjes en dan kunnen ze een workshop volgen. Oh, en wat kunnen ze dan leren dan tijdens zo'n workshop? Je hebt een workshop acteren, je hebt een workshop 3D-films maken, je hebt een workshop mediawijs. En je hebt een workshop cursus. Allemaal cursus die ze verder kunnen helpen in de filmwereld en de mediawereld. Ik snap ze bijna allemaal, maar wat is mediawijs? Mediawijs, dat geef ik toevallig. We kennen allemaal mediawijsheid. En dat is hoe beïnvloed je media. En dat wordt gegeven door zelf manipulatieve mediafilms te maken. En ook andersom, hoe de media jou beïnvloeden? Ja, hoe bedoel je? Nou ja, je wordt toch beïnvloed door de media, althans dat wordt aangenomen. Ja, dat klopt. En als je een beetje wijs bent, laat je je niet van de wijs brengen, toch, door de media? Nee, dat klopt. Maar door het zelf eens een keer een manipulatieve film te gaan maken, dan weet je hoe het werkt. Veel beter. Nou zo. Dan weet je, ik stink erin. Ja. Hoeveel scholieren komen er eigenlijk naar Lelystad vandaag? Bij elkaar een stuk of 600. Zo. En die krijgen awards vanavond, want de beste krijgen een prijs, hè? Ja, en dat zijn er 30. 30 niet 30 leerlingen, maar 30 groepen die een film gemaakt hebben. Ja, in het verleden wisten Lelystadse scholen nog wel eens een prijs in de wacht te slepen. Het is de laatste jaren wat karig, hè? Nou, dit jaar niet. Oh. Kan ik, want er zijn namelijk heel veel inzendingen uit, niet alleen uit Lelystad, maar uit heel Flevoland. Dus daar moet geheid een prijs tussen zitten. Hou je eraan, hè? Ja, ik hou me eraan. Goed. Nou, veel plezier vandaag in Lelystad. Oké, veel plezier en goede uitzending. Dank je. Dat komt goed. Dag. Doei.